De meeste mensen die positief zijn getest op het COVID-19-virus komen uit de werkende klasse. Dit haalde infectioloog Rajesh Ohri gisteren aan tijdens de reguliere COVID-19-persconferentie van de overheid. Hij presenteerde een overzicht van de statistieken in Suriname. De grootste cluster, 28% van het aantal gevallen, is volgens de infectioloog gerelateerd aan mensen die werkzaam zijn in de goudsector. 25% van de gevallen wordt gerelateerd aan de cluster van de verkiezingen. Dat van Sneller Roosevelt, maar ook de contractors van Roosevelt. Dit is ook een grote cluster geworden en daarna zie je die andere kleine groepen die er zijn. En een klein deel dat we nog niet hebben kunnen plaatsen waar ze moeten zijn. Volgende. Dit is de verkiezingscluster. We hebben geprobeerd om het zo visueel mogelijk te maken. Lijken wel een beetje kriskras, maar er zijn we nog cases hebben die een link hebben met de verkiezingscluster. Dit is dat van Roosevelt. We begonnen met iemand die van de Franse kant is gekomen. En we hebben een heleboel cases vandaar gehad, zowel bij Roosevelt als bij de contractors van Roosevelt. De volgende. Dit is de EP-curve, wat hier rood is, dat is van de laatste 14 dagen. Waarom dat? Omdat dat zijn meer de actieve cases. Die cases hebben meer kans om nieuwe cases te maken. Verder haalde Ohri aan dat er meer mannen besmet zijn dan vrouwen. Ook bevindt de grootste groep zich in de middelbare leeftijd en werkende klasse. De infectioloog zegt dat deze statistieken het gevolg zijn van de grote cluster van I Am Gold, waar er meer mannen werken. We zien ook net als bij de aantal cases, dat wel de middelbare leeftijd, dat we de piek daar zien. Maar we zien ook veel oudere mensen. Belangrijk is om te weten dat in die groep van oudere mensen ook weinig patiënten hebben die worden opgenomen. Dus als je gaat kijken naar procentueel, waar in welke groep meer mensen doodgaan, dan zijn het in de oudere groep dat er meer mensen doodgaan procentueel. Dus proportioneel. Infectioloog Rajesh Ohri. Hij is gisteren nader ingegaan op de clusters van positief geteste personen.